Hallo dames en heren, hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van LOL in Disneycraft. En vandaag gaan we weer spelen in Disneycraft. We zijn hier samen met Marijn en we gaan een nieuwe attractie bezoeken. En dat wordt de ondergang. Dus we gaan daar eventjes te voet naartoe. Waarom niet warpen? Ja, we gaan gewoon te voet, hè. Warpen is zo'n beetje van, ja, oké, een beetje simpel. Dus we gaan te voet, we weten de weg. Ondertussen zijn er 37.012 unieke spelers op Disneycraft. Het is vandaag zaterdag. Het is de middag, 10 na 2, 's middags. De nieuwjaarsshow is ook helaas gedaan met afspelen, maar niet getreurd voor de mensen die hem niet gemist hebben, die hem niet gezien hebben. Jullie kunnen hem vanaf nu dus altijd kijken op mijn kanaal, hij staat online. Hij staat sinds gisteren online op mijn kanaal. En dan kan je hem dus bekijken. De show duurt iets van 7 minuten, tot de muziek eigenlijk volledig gestopt is. Maar ik heb in die muziek, of op het einde, ben ik eigenlijk heel mooi rond het kasteel gegaan. Ik moet zeggen, dat gaf wel een mooi beeld. Ik vond dat de show heel erg mooi was, mooi geprogrammeerd en ja, op de copyright claims die ik nu op de video heb na, maar dat wist ik dat ik dat ging krijgen, maar ja, daar moeten we maar even mee doen, want ik wou sowieso niet zonder muziek opnemen, want dat zag niet uit en dan is het ook saai, want dan zie je alleen vuurwerk en licht en fontein en dan zie je niks van... Maar voor je niks van muziek die erbij past en van die zaken. Ondertussen zijn we aangekomen bij de ondergang. Ik moet even wachten op Shane die de attractie voor ons opent. Dank u wel. We raden aan zijn audio te gebruiken. Nou ja, audio dat gaan we dan maar eventjes niet doen opnieuw. Want anders gaan we wat probleempjes hebben. We wachten op het karretje. Komt eraan. Daar is het. Waarom? Oké. We zitten in Haaks ondergang. Mijn brein zit niet. Oké, let's go. Ik denk dat Shane zelf nog gewoon meegaat. Dat zou kunnen, want er kan nog een derde persoon in. Dus het zou wel eens kunnen. Oké. We gaan door Haaks ondergang heen. Dit is een redelijk lange dagigheid. En hij staat er nu bijna een jaar. In maart ongeveer, denk ik. Is het piraat-event geweest? Ik ga even mijn geluid wat harder zetten. Zo, ik zet het niet allemaal niet te hard. Ik kan allemaal anders nog maar iets zelf zetten voor alles is uit. Oké. We zitten dus in de ondergang. Dit is dus een darkride met het thema van de piraten. Kapitein Haak. En ik heb de film van... Ja, dit is nog allemaal het thema van Peter Pan. Kapitein Haak en Peter Pan. Zelf heb ik daar nooit films van gezien. Maar we hebben uiteraard hier nu Haaks ondergang. Hier langs staat Peter Pan's Flight. Hier vliegt in hier een explosie. Wordt hier met kanonskogels geschoten, denk ik. We gaan heel kort langs het decor af. En we zitten dus in een soort van omgeving met allemaal huisjes. Dus ook eigenlijk, volgens mij de binnenhaven of zo. Er gebeurt nog niet veel. Of er is nog niet eigenlijk veel aan het... Ja. Ja, er gebeurt nog niet veel. We gaan nu wel wat lichten aan. En hier hoor ik een TNT geluidje. Maar niks ontploft. Dan gaan we verder. Oh, er ontploft toch wel iets. Naar de volgende scène. En daar zie ik een tentakel van een monster of iets uit de muur komen. Dus er joint niemand de server, denk ik. Want dan hangt alles een klein beetje vast. Ik wil nog even iets vermelden, jongens. Zaterdag was er geen livestream. Omdat, of ja, normaal moest je nu in mijn tijd over een uurtje gaan beginnen. Het probleem is dat de computer wat ik nu doe, dus ik neem die op van op een andere pc dan mijn laptop. Dat gaat allemaal veel beter en zo. Maar voor te streamen heb je toch een goede pc nodig. En met mij gaat het niet echt lukken. Ik wil wel even wat mededelen. Want er komt misschien een initiatief. Oh. Wacht dat die sounds gedaan zijn.
hier is dat monster dus, jongens. Maar ik heb een initiatief op het oog om te spelen. Maar dan moet ik wel nog wachten en dan moeten jullie ook mee wachten. Dan kan ik pas spelen als ik dan de toevoeging heb om het op te nemen. Want ik heb, zoals jullie, ja, mijn tas staat er nu voor. Maar achter die stoel staat mijn Xbox 360. En ik heb op mijn verjaardag op 5 maart een game capture card van Roxio aanvragen voor mijn verjaardag. En dan kan ik lekker hier het jaar opnemen. Samen met Jaron en Ferns eventueel. En dan ga ik dat uploaden op zondag. We gaan natuurlijk niet in de draai worden, hoor ik. Oh nee, we gaan er wel langs. Wow, what the fuck. Hier gaat wel wat in het ander. Iets wat niet klopt, denk ik. Ja, dat zou kunnen. Oh, hier wordt geschoten. Oh, we komen midden in een gevecht terecht. In de fight met kapitein Haak. Zijn schip, oh hij schiet. Bijna op Shane. Jongens toch, let op. Shane moet nog lang mee kunnen. Er wordt weer geschoten. En we gaan hier nu denk ik door het huisje heen. En dan denk ik dat het einde zich nadert, gaat naderen. Ik wil ook nog wat mededelen. Er komt waarschijnlijk binnenkort een vlog online. Maar dat is pas in februari. Komen er sowieso carnavalsvlog eentje. En misschien nog een hele optocht op een ander kanaal. Komt nog een optocht misschien. Maar er komt ook eigenlijk een vlog online. Een uitstapje. Komt daarop. En daar heb ik al zin in om daar naartoe te gaan. Ik ga daar nog niks over zeggen. Maar ik heb dus een uitstapje gepland met Jaron en Justin. Jaron en Justin. Justin van de naam Efteling. Dus die kennen we wel allemaal. Ja, dit was de vraag van Jafar. Nee, Haaks ondergang. Laat ik er even overheen vliegen. Hij is best groot qua oppervlakte. Hij neemt toch wel veel in. Ja, je ziet het. Hij is groot. Maar die vraag van Jafar is groter. Dus dit is niet de grootste duidelijkheid van de server. Maar toch wel een van de grotere. Nou, laat ik heel even kijken voor de achievement. Het zijn er nog altijd 302. En we hebben ze, of ik heb ze allemaal gehaald. Wat is dit? De Black Pearl. Een schommelschip. Wat staat nog in het piratengebied? Dus ja, Peter Pan's Flight. Hier staat een loopattractie. Laten we die ook gewoon doen, jongens. We hebben toch tijd, dus laten we ook gewoon even deze loopattractie gewoon doen. Welkom piraatje. Arr, durf jij dit spannende avontuur aan? Ja, natuurlijk. Dan gaan we beginnen. Eens even kijken. Arr, om te beginnen moet je de doolhof afleggen. Het is best lastig, want de weg is namelijk geblokkeerd. Je merkt het vanzelf wel. Oh ja, dit is zo'n doolhof. Ja, dit is zo'n fans doolhof, jongens. Dus dat is fences. En dan kunnen wij het pad. Moeten we dan zoeken. Dus dat is wel even uit. Ja, je kan. Oh ja, dit is een 1.8. Kan je niet meer blokjes wegbreken of wegslaan om de carpets en de hekjes te zien. Dus dat wordt even uitzoeken. Er is wel altijd kloten zo'n doolhof, vind ik. En dan is het ook zo altijd van, ha ja, nu ben ik er bijna, maar dan ben je er gewoon helemaal verkeerd. We zijn nu volgens mij ook wel verkeerd. Hier moet ik in. Ik kon hier ergens in. Kijk jongens, dit bedoel ik dus. Het loopt gewoon overal vast. Dus we moeten even een uitweg zoeken. Hier komen we vandaan, maar... Ah jongens, wat is dit? Ik haat dit. Ik haat dit. Oh, we gingen gewoon net al de verkeerde kant op. Komen we nu wel ergens goed? Ja, zo. Het lukt wel hoor, maar het is gewoon even... Heel even zoeken. Waar is eigenlijk de uitweg? Oh daar. Ja, we hebben het. Got him. En we krijgen niks. Van tekst. We gaan verder. Bereid je ervoor op iets engs. Oké. Okay. Arg bereid. Durf jij het ondergrondse piratenhol? Ja, bier te drinken. Dus ik heb wel zin in een bier. Dus ja. Zullen we eens even het hol van de piraatjes betreden?
Voilà. Kunnen we hier nog iets doen? Nee, zit hier iets? Nee. Dan gaan we verder. We zitten dus nu in het hol van piraatjes. En nu? Wat mogen we nu doen? Oké, wacht. Even kijken. Oh, hier. Nee, toch niet. Zitten hier. Oh, hier is een deur. Arpiraat, ik weet het dat je een beetje bang bent geworden. Nou, Arpiraat, probeer deze puzzelmaas op te lossen. Gebruik je hersenen. Er is geen weg meer terug. We zitten hier dus vast als we de puzzel niet oplossen. Oh, hier is een ladder. Laat ik heel even kijken. En hier is verder niks. Dit is dus niet het huisje waar we moeten zijn. De deur gaat dicht. Oh, hier is het al. Kijk. Kijk. Kijk, we hebben het eerste stukje van de puzzel gevonden. Dan hebben we hier een stukje. Wat is dit? Ja, niks. We doen hier ook dood. Hier kunnen we niets doen nog wel. Laat ik gewoon eens even verder lopen. Misschien loopt het hier. Maar hier kunnen we niet door. Ja, dit is toch een lastige dit. Ik ga even alle huisjes af. Deurtjes dicht doen waar het moet. Hier is ook niks. Wacht eens. Kunnen we hier misschien iets doen? Als we hier op moeten. Ja. En dan... Ofwel moeten we de andere kant op. Nee, wacht. We moeten volgens mij gewoon dit pad volgen, of niet? En dan... Hier moeten we toch uitkomen of zo. Als we dit pad volgen, waar komen we dan uit? Ook helemaal nergens. Ik dacht dat ik het had. Doe maar. Dit is dus dat huisje, dus die deur gaat ook dicht. Hier kunnen we niet in. Wacht, ik ga toch eens even dit padje terugvolgen. Hè. Dan komen we hier uit. Dan krijgen we hier een jumpstuk. Of ja, dan moeten we hier een beetje gaan parcouren. Hier kunnen we niet verder, of wel? Nee. Hier kunnen we ook niet verder. Kunnen we hier ergens verder? Ja, we zijn er. Oh, dan komen we hier uit. Maar wacht, misschien moeten we hier nu verder komen. Oh, wacht. Wacht, ik ga het gewoon even aflopen. Misschien moeten we hier doorgaan om dan ergens uit te komen. Oh, ik ga heel even kijken. Dit volgen. Nee, want dit kon je zo al volgen. Maar... Hé, dit is een lastige. Hoe kom ik hier in godsnaam uit? Hoe kom ik hier in godsnaam uit? Ik zit echt al vast, jongens. Hier kunnen we niet langs. Dit is dicht. Kunnen we hier misschien niet doen? Nee. Hé, jongens. Dit is een attractie die ik eigenlijk nog niet echt vaak gedaan heb. Ik heb sowieso alle attracties wel één keer gedaan. Dat sowieso. Eén keer één keer altijd al. Maar loopattracties, die heb ik nog niet echt vaak gedaan. En dat is wel duidelijk. We komen nu hier uit. En dan... Hey, hier kwamen we net... Oh, hier kwamen we net niet in, of wel? Oh jawel, dit is gewoon dat ene kamertje. Even kijken... Even iets in mijn oog zo. We zitten nu hier. Moeten we hier verder dan? Oh. Dat je hier op komt. En dat je dan hier verder doet. Zo. En dat je hier... Nee, hier kom je ook nergens mee. Hier zitten we vast. Oh, we vallen er even af. Ja jongens, we zitten vast. Is hier überhaupt wel een uitgang? Ja, dat zou ik eigenlijk wel raar vinden. Dat is hier geen uitgang voor maken. Hier kan je niks. Hier is het gewoon helemaal dicht. Dit is een niet echt deur. Of ja, niet echt huisje. Hier kunnen we niks. Jongens, we zitten hier vast. We zitten hier vast. Ai. We zitten vast. We zitten vast. Ik wil er toch uit geraken, maar... Oh. I got it. Ik heb het gevonden.
Oké, jongens, ik heb het dan eindelijk gevonden. Hopelijk is dit ook geen trap. Nee, we zitten nu hier. We gaan hier even langs. Of kom hier net uit? Nee toch, hè? Wacht, daar komen we vandaan. Dus als we hier zijn. Ik heb even mijn brightness. Staat die? Ja, is dat wel bright? Ik zie hier heel donker. Het is hier, oh, hier is uit gaan kijken. Ah, je bent er hier gekomen. Dat... Wacht, maar deze puzzel ga je niet oplossen. Jump up. Dat is het voordeel van VIP. Ah, nu wordt het wat moeilijker. Ja, niet voor mij. Gehaald. Ja, een beetje voetelen, jongens. I know. Het mag normaal niet. Maar ja, ik wil dus door deze attractie heen, want deze heb ik eigenlijk nog echt nog nooit gedaan. Waar moeten we nu naartoe? Moeten we hier zijn? Ja, hier moeten we zijn. En nu zitten we hier. En hier moeten we even het pad volgen. En dan komen we hier in een lange gang. Even doorheen vliegen. Gaat wat makkelijker. En nu komen we van hier, hè. Nu moeten we hier door deze gang. En hier is het echt wel donker. Ik zie er echt ook, hier is licht. Dan komen we hier weer uit. Dan zitten we hier vast. Of moeten we hier naartoe? Nee, we got it. We got it. We hebben de nieuwe, we hebben de trap gevonden, jongens. Dus we hebben de trap. Nice. Volgens mij komen we er nu ook uit. Dit is niks. Oh, het zit hier in het water. Krokodilletjes. Run. Run. La 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 la. Oké. We hebben hem gehaald, jongens. Het ging even wat minder omdat ik de weg niet wist. Dat was het probleem. Maar goed, jongens. Met Haaks ondergang hebben wij nu bijna het hele piratengebied, inclusief ook de Peter van Flight, die hebben we een keertje eerder gedaan al. Hebben we dus het hele piratengebied al voltooid op de Black Pearl na. En de loopattractie hebben we dus net ook gedaan. Want die attractie is, dat is eigenlijk niet van het piratengebied, dat is de Wonderworld, maar dat is de achterkant gecamoufleerd. Verdere attractie die hier eigenlijk nog in het piratengebied zit, is niks, want de Rivercraft ligt daar buiten. En die hebben we al gedaan, en die is nu wel ook gesloten, maar die hebben we dus al gedaan. Ja jongens, ik ga poseren voor Haaks. Oh, dit is ik, dat is kut. We gaan hier mooi poseren voor Haak, meneertje Haak, met de kerstmuts op. Hij wijst altijd dezelfde kant op. Wacht, nu wil ik eigenlijk ook kijken wat er is. Hij wijst dus naar daar. Hij wijst naar daar. Hij wijst naar daar. Oké, wat is daar? Op deze hoogte? Waarschijnlijk een boom of zo. Hij wijst dus naar daar. Oké. Jongens, laat de kapitein maar wijzen. Ik dank u allemaal voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Londen. Dus ik vond je het een leuk verhaal, dan zeker geen blauw duimpje mocht doen. En te abonneren voor meer leuke afleveringen van Disneycraft en ook van onze andere series. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen, het is mijn standaard woorden. Nog een fijne avond en graag tot de volgende video. Later!